Ik kijk BNN. Dat kijk ik. BNN. De BNN is de meest uitdagende zender van het moment. Dat BNN heeft het gepresteerd om een soort image te creëren van oeh, wat zijn we toch gevaarlijk en oeh, wat zijn we toch brutaal en oeh, wat zitten we op het randje. Terwijl BNN is de allerbraafste omroep die we ooit hebben gehad. Het enige wat ze doen is op straat met elkaar een beetje programma's jatten van andere mensen. Gaan ze hele enge dingetjes doen die ze eigenlijk helemaal niet durven. Dat is wat ze doen. Dat hebben ze gejat van Jackass. Dat weet u nog wel. Dat waren hele stoere mannen die allemaal enge dingetjes deden die ze wel durfden. Weet je dat nog? Die kwamen bij elkaar en zeiden ze, nou, wat zullen we doen? Zullen we elkaars ballen maar eens onder stroom zetten? En dan zei de een, ja, laten we maar beginnen. En dan zei de rest, ja, we zijn al vrij lang begonnen. Je ballen staan echt al super lang onder stroom. En je loopt al een half uur het stopcontact te neuken, maar dat zie je niet. Omdat je nog allemaal balpennen in je ogen hebt van de vorige aflevering. Die we niet eens hebben uitgezonden. En BNN die probeert dat dan na te doen, maar die durven dat natuurlijk niet. Dus die gaan hele laffe dingetjes doen. Die gaan belletje lellen of vier kauwgompjes eten. En ja, en dan gaat die flikker met die grote tanden. Gaat van, oh, het is echt heet, man. Ik doe dit nooit meer. Dan gaan wij dat allemaal heel gaaf vinden. Zo, laatst ging ze ook met twee dames naakt voor iemands deur staan. Het is niet die tijd, hoor, dat gewaagd is. Dan ging ze zo naakt voor iemands deur staan. En die man die opende was totaal niet onder de indruk, waar dat meisje totaal van onder de indruk was. En die flapte eruit, hoe heb je dat wel eens eerder gehad, zo twee naakte meisjes voor je deur. En die man die keek en je zag hem denken, ja, best wel vaak, ja. Maar dit zo heel laf met je slipje en je BH nog aan, nee, dat is voor mij ook de eerste keer. Ja, dit vind ik dan. Er zijn toch heel veel dingen waar je niks van vindt, zoals Lieke van Lexmond of Klei. Ja, of zoals alle mannen hier hebben, dat weet ik zeker. Van de vriendinnen van jouw vrienden, daar vind je ook helemaal niks van. Dat weet elke man. De vriendin van een vriend van jou, daar vind je helemaal niks van. Heel vaak gebeurt het, dan neemt een van de jongens die neemt zijn vriendin mee. En als man zie je dat en denk je alleen maar, ja, nou, ja, nou, ja, nou, ja. Het bestaat. Ja, maar niks negatief, niks positiefs. Maar mijn beste vriend heeft ook zo'n vriendin. Die neemt hij wel eens mee. En dan zie ik er en dan denk ik, je zou haar kunnen neuken. Tuurlijk. Maar volgens mij kan je het net zo goed niet doen. Ja, een beetje type, voulez-vous coucher avec moi. Ja, dat je denkt, hoezo? En ik denk wel eens, hoezo vind ik niks van iemand? Waar haal je de arrogantie vandaan? Hè? Waar haal ik, Daniel, Bananiel, Kokker, Spaniel, kwispel, waar haal ik die arrogantie vandaan om niks te vinden? En volgens mij komt dat omdat als ik daar aankijk, dat ik toch altijd denk, ja, maar arm meisje toch. Als jij toch eens wist van jouw vriendje, wat ik allemaal weet van jouw vriendje, dan zou je heel verdrietig worden. Ja, dat is heel kinderachtig, maar mannen weten altijd dingen van elkaar die zij helemaal niet weet. Die zij helemaal niet wil weten, helemaal niet hoort te weten. Helemaal nooit komt te weten vaak. En, ja, het is heel treurig, maar mannen die weten dat van elkaar. En ik zie nou een aantal mannen die hier met een vriendin zijn naar mij kijken van, hey, Chinees, ga eens leuk doen. Maar maar je moet niet bang zijn, want ze geloven mij toch niet. Ze geloven mij toch niet. Ze denken dat jij dan een uitzondering bent. Snap je? Dat is, of dat dit een soort cabaretstukje is over clichés. En dat het allemaal zo. Gewoon zoals vrouwen dingen recht lullen. Ook zo als ze geslagen worden door een man, dat ze toch blijven en zo. Nou. En zij denkt ook van mij. Ja, maar jij. Hè? Jij, mannetje, met je haantjesgedrag en je toffe grapjes. Hè? Je kan wel denken dat jij mijn vriend kent, maar ik ken mijn man zoals hij thuis is. Als hij niet stoer hoeft te doen, dan ik ken hem. Ja? Als hij behoefte heeft aan warmte, liefde, genegenheid. Ja? Als dat durft hij bij mij te laten zien. Dat zie jij niet. En ik vind dat ze mij onderschat, want ik weet exact hoe stelletjes thuis zijn. Ik weet exact hoe stelletjes thuis verveeld met elkaar rondhangen en dan infantiele stemmetjes opzetten om de boer vrolijk te houden. Ja? Ik weet toch dat hij zo'n kopje thee gaat zetten in de keuken en dat laat hij trekken. Dan denkt hij, nou, ik neem een kopje thee in de keuken en dan moet hij van zijn vriendin uit de woonkamer horen. Nou, ik wil ook een kopje thee. Ja, dan moet die arme sukkel gaat ook nog truffelen. Oh, wil Oelepoele ook een kopje thee?
oeleboele ook kopje thee, maar niet met suikie, suikie. Anders oeleboele dikkie, dikkie, dikkie. Nee, hoef ik ook niet bij te zijn, nee.